MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van MVV TV. Zoals je ziet, we staan te kijken naar een jeugdwedstrijd en dat ga ik vandaag niet alleen doen. Dat gaan we samen met Koen Kossens doen. Koen Kossens is ons eigen product van de jeugdopleiding en benieuwd hoe hij dat ervaren heeft en wat zijn toekomstplannen zijn. Dus ik zeg, let's go! Dit is Koen Kossens, een jaar of 15, neusje voor de goal en heeft zijn hele jeugdopleiding al bij MVV genoten. Maar is het wel zo? Ja, de fout, wat velen niet weten is dat ik eigenlijk pas vanaf mijn 13e bij MVV zit. Dus niet in de gehele jeugdopleiding. Oké, want dat wordt altijd gezegd wel. Ja, wordt gezegd ja, maar als een jongen van Maastricht zegt ze dan, maar dat ben ik zelfs ook niet. Ik kom van Laanaken, dat is net over de grens. Daar ben ik ook begonnen met voetballen, op mijn 4e. En daar heb ik dan 10 jaar gezeten en toen heb ik de overstap gemaakt naar MVV. Heb ik hier 4 jaar. Gezeten voor al eerlijk aansloot. Dus waar ik woon is 2 minuten afstand van een voetbalclub, van een tennisclub. Zeg maar, alles ligt daar bij elkaar. Okay. School ligt op 5 minuten fietsen. Ook altijd op school gezeten daar? Ja. Basisschool daar doorlopen, kleuterschool, middelbaar. Okay. Dus het lag allemaal bij elkaar daar. Dus, gewoon chill, relaxen. Ja, mijn ouders lieten me na school, maakte ik mijn huiswerk snel, ging ik met vrienden voetballen. En mijn ouders lieten ons, want die wisten, oké, in deze buurt, bij wijze van spreken, staat mijn moeder bij de voordeur, die roept Koen. En ik hoor het en dan kom ik naar binnen voor te eten en daarna ging ik weer voetballen. Tot een ideaal scenario. Ja. Dus wel altijd een sportman geweest natuurlijk, dus we waren altijd bezig geweest. Bij voetballen deed je het meest. En was het dan ook veel op straat of ben je straatvoetballer of ben je meer op veldvoetbal? Nee, meer op veldvoetbal. Nee. Okay. Ik weet niet dat ik op de straat ben leren voetballen. Nee. Okay. Ik heb een iets oudere broer, die is bijna 2 jaar ouder. Ja. Nee, als hij dan ging voetballen, dan voetbalde ik met de mee en de oudere jongens en ook in de amateurclub. Ik speelde altijd bij hogere leeftijdscategorieën, dus dat is uiteindelijk misschien nog wel goed geweest voor me. Oké, en wat is de tijd dat je bij MVV bent gekomen? Was het door dat je veel scoorde of waar viel je mee op? Nou, dat is heel raar. Dat is heel raar om te zeggen, maar ik ben via een bootcamp ben ik bij MVV gekomen. Van MVV, de bootcamp van MVV? Ja, dus MVV organiseerde een bootcamp in de zomer en ik zei tegen mijn vrienden, hadden het erover, zullen we dat bootcamp meedoen? Ja. Gewoon voor de lol, hè, voorbereiding op nieuw seizoen. Ja, oké, laten we dat doen. We zijn hier naartoe gekomen zonder enige doelstelling. Ja. Ja, misschien wel het achterhoofd houden van, oké, als je het goed doet, misschien dat ze je scouten. Ja, je komt niet voor niets naar een bootcamp natuurlijk. Je wilt wel natuurlijk, als je een winnaar bent, wil je natuurlijk wel voor het maximale gaan. Ja, natuurlijk. Ik heb ook mijn best gedaan voor. En dan doe je voetbal hier 5 dagen in de week dan, de bootcamp. En uiteindelijk vroegen ze aan mij van, Koen, heb je zin om hier naartoe te komen? Ja. Ja, heb ik ja gezegd. En dan kom je in het eerste, de selectie. Hoe voelde dat? Ja, toen ik dat contract tekende was natuurlijk, was voor mij geweldig. Trots? Ja, super trots. Als je dan de hele tijd altijd in de jeugd hebt gespeeld, altijd gedacht van, ik wil het halen. Ik wil tussen die 4 lichtmassen spelen. En dan is het moment daar dat je contract tekent. Ja. Ja, mooier kan niet. Hoe, je eerste goal, weet je die nog? Ja. Waar was dat? Hier, hè? Ja, hij was hier tegen Helmond. Vertel eens, als je hier staat en dan kwam je hier aan, je kreeg de bal hier, hè? Ja, iets verder. Pieter liep door. Ja. En ik loop weg uit de rug van de tegenstander. En hij chipt hem eroverheen tussen de spelers door en ik neem hem aan. En ik sta volgens mij, wat is het? Ik sta in de 16, dicht bij de 5. Ja, het enige wat ik zag was de goal. Ja. Dus wat doe ik? Ik knal gewoon. Die schuift die bal in de voeten bij Kostons. Dat is een, zoals dat heet, product van de eigen jeugd en Kostons scoort. Ja, was blindschieten. Was gewoon niet... Ik zag die korte hoek. Ik denk, zou ik hem nu verre hoek trappen? Misschien denkt de keeper van hij trapt hem daar. Ik denk, schiet hem gewoon korte hoek keihard. Ja. En dan schiet je een paal lat binnen. Ja, en bijvoorbeeld, ik heb nog nooit in het stadion of in het stadion gespeeld met zoveel mensen. Maar beschrijf eens dat gevoel is als je hem dan erin ziet gaan. Ik denk, maakt niet uit hoe die erin gaat nu eventjes. Maar wat voor gevoel krijg je dan als dan iedereen... Ja, ontploft en ik weet niet, je krijgt echt een boost van binnen. Ja. Echt een boost. Dat is niet, ik heb inderdaad ook, ik kan er nooit voor zoveel mensen gevoetbald. En dan, als dan iedereen opspringt omdat jij een doelpunt gemaakt hebt, dan geef je dat echt een goed gevoel. Ja. Dan denk je van, iedereen juicht omdat jij een doelpunt hebt gemaakt. Dan krijg je gewoon een boost van zelfvertrouwen.
ja, het kan niet beter eigenlijk. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ja. Het was leuk om eventjes terug te blikken en vooruit te blikken met je. Succes in de toekomst. Ja. Dankjewel. Dankjewel. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.